Goedendag. Na de zware sneeuw van gisteren krijgen we vandaag vanuit het zuiden alweer te maken met een actieve depressie en met serieuze sneeuwval. Het kan dus opnieuw behoorlijk wit worden vandaag en het verkeer zal zeker in de avondspits ernstige hinder kunnen ondervinden van de doorgaande sneeuwval. Vanochtend is het nog droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. En vooral in een strook over West, Midden, Oost en Noordoost Nederland kan het lang blijven sneeuwen in de loop van de middag en avond. En dus ook in de avondspits met opnieuw sneeuwhoeveelheden van 5 tot plaatselijk 10 centimeter die kan blijven liggen. Ja, en als je dan een avondspits hebt op maandag, dan wordt het natuurlijk wel een hele dramatische verkeerssituatie. Dus het advies kan zijn om eventjes de plannen te herzien vanmiddag, vanavond. Maar vanochtend valt het dus aanvankelijk nog mee. En in het zuidoosten zal het in de loop van de middag misschien ook wel meevallen. Als daar de zachte lucht toch nog net even binnenkomt. Met temperaturen misschien wel in Limburg tot 5 graden aan toe. En dan kan de neerslag daar wellicht overgaan. Tijdelijk in regen, maar in de loop van de avond kan het ook daar weer gaan sneeuwen. Overdag een koude noordoostenwind en in de sneeuw temperaturen dalen tot 0 graden. Zoals gezegd in het zuiden en zuidoosten. Later beduidend hogere temperaturen vanmiddag. Vanavond nog lange tijd sneeuwval. In de loop van de nacht trekt de sneeuw weg. En morgen overdag blijven er nog een paar winterse buitjes over. De ongemakken voor het verkeer nemen serieus snel af. En de dagen daarna hebben we helemaal niet meer te maken met winterse ongemakken. En vooral woensdag regent het een tijd lang morgen bij temperaturen van een graad of 5 in de middag. Fijne dag verder en doe voorzichtig.